Ruim 18.500 euro heeft het Glazen Huis in Brunsum opgebracht. Vijf dagen lang draaiden de DJ's van Carnaval Radio plaatjes voor het goede doel, de kleine kinderen in de arme landen. Luc Wienans maakte op een bijzondere wijze kennis met zijn toekomstige Brunsum. En dat is natuurlijk geweldig dat een gemeenschap zo meeleeft met mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving. We beginnen eens goed een goede indruk van Brunsum nu al. Ja, dat is zeker. Ik had natuurlijk een hele goede indruk van Brunsum. Ik heb hier mijn jeugd doorgebracht. En het is fantastisch om hier terug te komen en te merken dat Brunsum springlevend is, ook als het om het goede doel gaat. En de hele gemeenschap heeft zich een beetje ook meegeholpen, verenigingen, scholen en van alles en nog wat. Brunsum heeft een warm hart, schijnbaar. Ja, fantastisch. Dat is geweldig. Brunsum heeft 300 verenigingen die allemaal hartstikke actief zijn, heb ik begrepen. De organisatie van het Glazen Huis is dik tevreden met het resultaat. De steun van de inwoners, bedrijven en verenigingen laat een warm gevoel achter. Ik denk dat we ontzettend tevreden kunnen zijn met wat er bereikt is voor Brunsum. Wat me opvalt is dat er een hele hoop organisaties uit Brunsum, de politiek, de verenigingen, alles deed mee eigenlijk. Ja, het was ontzettend leuk. We hebben eigenlijk binnen een paar dagen op Facebook dit kenbaar gemaakt en de aantallen bezoekers die stegen met de dag. En op een gegeven moment kwamen er gewoon aanbiedingen van allerlei kanten van we willen wat doen, hebben jullie hulp nodig. En, komt dat denk je? Ja, ik denk dat Brunsum blij is dat ze een keer iets positiefs naar buiten kunnen brengen. En het Glazen Huis in Enschede is natuurlijk een beetje te ver van mijn bedshow. Dit is makkelijker voor mensen, die komen hier tot aan het raam. Die hebben meer voeling met dit wat wij doen. Er zijn een hele hoop mensen die zouden misschien helemaal niet doneren aan Serious Request zelf. En die willen hier wel graag hun inzet tonen. Voor een paar euro kon een plaatje aangevraagd worden. Ook werd geboden op spullen in hun veiling. Iedereen, groot en klein, kwam met geld naar het Glazen Huis. Maar het bleef lang gissen naar het eindbedrag. Ik zeg 15.000 euro. 15.000 euro? Daar ben ik vandaag voor gegaan. Laat het vanavond gebeuren, laat het vanavond zo zijn. Nou, ik denk toch wel over de 20.000 heen. Over de 20, dat is wel heel erg veel. Ja, maar dat kan me halen, absoluut. Ik ben er 100% zeker van. Zeker 15.000, zeker. Behoorlijk veel geld voor een kleine stad als Brunsum, hè? Ja, we hebben het over Brunsum. 15.000 minimaal. En ik hoop op 17,5. En misschien wel 20.000 euro. Uiteindelijk werd het dus dik 18.500 euro. Dat bedrag is maandag toegevoegd aan de miljoenen die de rest van het land gedoneerd heeft voor het echte Glazen Huis in Enschede.